Maybe it's all about the feelings. Alhoewel het toch meer reigers als veereigers zijn. Want de echte veereigers, dat is enkel de Australian Cattle Dog, de Bouvier de Flandre en de Bouvier d'Ardenne. Een herder is meer gericht op schapen en zo van dat klein tweehoevig. En dan de veedrijvers zijn meer gericht op echt rund en koud en groente. En dan zullen we nu acht uitgeselecteerd worden. En het is natuurlijk geen simpele opdracht om uit zo'n grote groep, en echt, het is een grote groep 1, om er daar een paar uit te halen. Maar deze heeft nog de echte bobtail. Hij heeft dus geen staart, maar ze worden zo geboren. Deze staart wordt niet geprobeerd. En dan is hier de Australian Cattle Dog. En het is dus een echte sterke veedrijver met een zeer sterke beet. Hij is echt ontwikkeld om het groot vee bij elkaar te houden. De tweede plaats. En dan weten we gelijk ook de winnaar van groep 1. De tweede plaats is voor de Australian Cattle Dog. En de winnaar van groep 1 is de Bearded Collie. En dan zien we straks weer voor de keuring van de beste show. Hop, 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 hop.